Ik ben Mike Bruin, directeur hier van het Texelse Vliegveld en al een jaar of 25 hier werkzaam. Nou, eind oktober is Boskalis begonnen met de verdere reconstructie van de postweg. Ze zijn vanaf de rotonde gestart tot met de luchthaven. We hebben altijd wel gezegd, de luchthaven moet wel bereikbaar blijven, zowel voor onze gebruikers als voor eventueel klanten. Gelukkig is het laagseizoen, hebben we daar wat minder last van. Boskalis heeft hier ook het hoofdkwartier gevestigd op parkeerterrein. En ze gebruikt parkeerterrein ook voor opslag van materiaal zoals het straatwerk. De rode stenen die zijn aangelegd hier in Eierland, duikers van het Hoge Heemraadschap. En de bedoeling is uiteindelijk dat als de werkzaamheden zijn afgerond, dat ons parkeerterrein in betere staat wordt achtergelaten dan dat ze het hebben aangetroffen. Dus daar hebben wij dan ook wel weer baat bij. We werken nu samen met de gemeente Texel. Zij moesten op het eerdere project moesten ze water compenseren. We hebben de kans geboden door op het perceel wat hier achter ligt over een lengte van 400 meter de sloot te verbreden van 1 naar 4 meter breed het waterprofiel. Dus dan is dat probleem ook opgelost. Voor ons is het enerzijds gunstig dat we ook een betere afwatering hebben op dat perceel. We hebben van tevoren hebben we veel overleg gehad over hoe de reconstructie ter hoogte van het vliegveld eruit moest komen te zien. De verkeersveiligheid was wel belangrijk. Er zijn hier best wel wat incidenten geweest en dat willen we natuurlijk tot een minimum beperken. Het oversteken van fietsers, mensen die abrupt stoppen omdat de parachutisten uit de lucht komen vallen. Wat voor ons eigenlijk dagelijkse kost is, maar voor een voorbijganger is het opeens heel, heel spannend en nieuw. Nou, we hebben toch gekeken van dat we minimaal 1 of 2 uitgangen willen hebben. Dus er zijn 2 opritten, maar ook 2 uitgangen op het terrein. De haltes van de Texelhoppers zijn verdwenen. Dat gaat nu gebeuren bij ons hotel-restaurant, de Vlijt, voor de deur. Ja, zo wordt de situatie wel een stuk overzichtelijker. Dus voor de verkeersveiligheid denk ik dat het alleen maar een verbetering is. De reconstructie zoals die nu wordt uitgevoerd. Nou, als straks de reconstructie helemaal is afgerond, dan hebben we een veel betere uitstraling al van het terrein. Maar we gaan zelf ook met de gebruikers hier de uitstraling ook verbeteren. Hoe kunnen wij zorgen dat het niet een bedrijventerrein is zoals je er nu langs rijdt. Dat soort verwijten krijgen wel eens. Nou, het is net een industrieterrein. En dan zeg ik ook altijd, ja, het is eigenlijk ook een industrieterrein. We gaan toch even kritischer naar kijken hoe kunnen we dat verbeteren. Zeker nu er straks gewoon een plaatje van een weg ligt.